Nou, helaas. Ik heb het grootste gedeelte van de afbraak gemist. Ze zou om een uurtje van beginnen. Ze zijn om 6 uur begonnen. En het kamp is al bijna opgeruimd. Ze hebben even vluchtig tussendoor gegeten. En je ziet het, om 12:30 is het eindappel. Maar het is nog een presentatie, hè, voor je tijd. Ah, presentatie. Hoe laat? Ik dacht om 10 uur. Om 10 uur is presentatie. Dan gaan we er ook nog even bij zijn. En de witte tent. Ja, en de, oh, die staat er nog, ja, de heilige. Ja, die is erbij. Ja, en de feesttent staat er nog natuurlijk. Hè. Kunnen we nog even feesten, eten, koffie. Nog eten, ja. Ontbijtje is altijd belangrijk. Heb je al een beetje films bekeken? Want er staan er al een stuk of 30 op nou van mij, hoor. Nee, ik heb... Nee, maar later krijg je de kans en de tijd ervoor, hè. Ja, je hebt hele drukke dagen gehad natuurlijk. Ik heb vrouw laten zien wat ik gedaan heb en waarom. Ja, je kunt eens terugkijken later. Goedemorgen. Ik ben te laat, hè. Goedemorgen. Hey. De grote witte tent staat er nog, de feesttent noem ik het maar. Straks komt er nog een presentatie om 10 uur. Het is nu 7:45. En ze zijn om 6 uur begonnen. Maar het was toch pikkendonker, dus er was toch niks om te filmen dan. Oh, hey. Ze zijn al vroeg begonnen, hè? Goedemorgen, ik ben weer te laat, hè? Ja. Om 6 uur beginnen is het pikken donker. Ja. Ja, een zaklantaarnetje. Om 8 uur moest ze komen, hè, want dan gingen ze beginnen met inpakken. Ze zijn begonnen om 6 uur. Ja, goed, hè? Heb je al een paar filmpjes bekeken? Ik dacht dat het water dat het zou gaan regenen. Dus ze zeiden van, zo slim zijn we dan wel. Ja, dat is een vervelend voor jou, maar we moeten er eerder bij zijn. Ons mooie landje is gered, ons havenland. Jullie taak zit erop. Jullie kunnen... zit erop. Gaan jullie maar terug naar Nederland. Want hier in het buitenland zit het erop, jongens. Mag ik jullie van harte bedanken voor de camera. En ik ook. Jij ook bedankt. Ja, tot volgend jaar, het is allemaal vereeuwigd, hè. Ja, we hebben het gezien op YouTube. Heb je een paar filmpjes bekeken al? Ja. Er zit wel eens een flauwe, dus zorg ervoor, zeg ik wel eens onderdag, die bommendingen. Ja? Oh, heb je Rutger van Castricum gezien? Gisteravond is hij uitgezonden geweest in Pauwnieuws. Nee, hij zat te spotten. Nee, dit is een toneelstuk. Nee, dit is echt een training. Nee, dit is een toneelstuk. En zo zat hij weer alles in de maling te nemen, Rutger. Maar je kunt altijd terugkijken, dat weet je toch, op Pauwnet, hè? Ja, dan kun je de hele film. En Willem Holleder hebben ze ook helemaal geïnterviewd.
Die zat. Jij ook? Ja, mij niet. Nee, ik interview. Ja, hij is hier ook geweest. Hij is hier ook geweest. Hé, bedankt. Hé, bedankt. Hé, de groetjes. Doei, doei. Materiaal. Er staan allemaal 30 velletjes op de site. Allemaal van jullie. Ja, je kunt ze terugkijken op jullie eigen site. Moet je op de onderste film even klikken. Ja, en ja, heb je er al een paar gezien? Nee, deze avond. Ja, deze avond heb je de tijd voor onder het genot van een pilsie. Hier is de satelliet waar al mijn films op te ontvangen zijn. Smile, hey, you're in candid camera. Ja. Alles goed? Stuk of 30 filmpjes heb ik er helemaal van gemaakt. Ja, er zijn ook klachten in Rotterdam dat het internet is, dat het internet plat gaat. Waarschijnlijk iemand steeds filmpjes te uploaden op YouTube. Ik heb hem helemaal zwaar overbelast. Ja, goed. Ten bate van jullie. Ik ben er even wat weten. Onze YouTube-koning, heb je van het Po-nieuws gezien gisteren? Ja, Rutger van Kasteren heeft een paar mensen geïnterviewd en ook helemaal weer in de maling genomen. Ja, toch wel. Nee, dit is een toneelstukje. Nee, dit is een echte training. Nee, jullie zijn al Haveland en ze zat hier alles uit een beetje. Ja. Ik kwam hem net tegen toen hij de tent uitliep, kwam hij net binnen. Ja, jij stond op de film nog niet toen. Nee, toen was hij niet aan het filmen. Nou, ik heb een rondje gelopen. Gaan eens in de tent kijken voor een bokkie.